Waar er wordt gewerkt, kunnen er fouten gemaakt worden. Deze fouten moeten besproken worden om in de toekomst te voorkomen. Dit zei voorzitter Marinus B. van de Nationale Assemblée vandaag tijdens het start zijn voor de bouw van de nieuwe vergaderzaal. Eerder deze week heeft Stefan Fouquet, UNESCO Site Manager, historische binnenstad Paramaribo, bekendgemaakt dat het ontwerp van de nieuwe vergaderzaal problemisch is voor ons land. De Algemene Aannemersvereniging, AAV, heeft gisteren ook aandacht gevraagd voor de gang van zaken met betrekking tot het uitbesteden van het project. B. is zich ervan bewust dat ondanks de ontstane commotie de bouw een goed verloop zal hebben. We weten dat waar er gewerkt wordt, zaken soms in een heel andere perceptie kan worden geplaatst, maar als we met elkaar kunnen praten, kunnen we zaken in een goede stroomlijn laten doen toekomen. Dus voor ons, al die kritieken die er zijn, moet als motivatie dienen om dit project inderdaad goed af te ronden. Ook president Chandrika Prasad Santokhi gaf zijn mening over de situatie. Volgens hem zal er herhaaldelijk commotie plaatsvinden omdat er een gebrek is aan goede communicatie. De openbare inschrijvingen voor de bouw heeft het staatshoofd zelf onder ogen gehad. En na de commotie tussen de UNESCO en de aannemer is er overleg geweest en commotie, maar de uitkomst is niet doorgecommuniceerd naar de samenleving toe. De feiten zijn wel bekend, geeft Santokhi aan. De opmerkingen die gemaakt zijn, die kritieken die geuit zijn, transparantie hebben we nodig. Communicatie hebben we nodig. Informatie hebben we nodig. En eventueel bijstelling hebben we nodig. Want eerlijk gezegd, als president krijg ik die brieven, kopiebrieven, luister ik naar die kritieken ook. Maar in 1 uur tijd, terwijl ik hier zit, krijg ik zoveel informatie. Wat de samenleving niet heeft. Dus minister, ik ben blij, ik hoor dat u met een persconferentie onder andere hierover zal praten. Geef alle informatie. Maar zoals de voorzitter van de Nationale Assemblée ook gezegd heeft, communiceer met het ieder. Dat is de kracht van democratie. Overtuigen. Uitleggen, luisteren naar de anderen. En als er inderdaad zaken zijn wat die anderen beter hebben ingezien dan wij, bijstellen.